Hallo hondenbezitters. Dit is Billy, een kruising Labrador pupje. En puppen bijten heel vaak in je handen of in je kleren. Billy doet dat ook heel erg. Waarom doen puppen dat nou eigenlijk? Nou, je hebt vast wel eens gezien dat puppen onderling met elkaar spelen. En dan zie je ook dat puppen elkaar steeds bijten. En ze gaan echt proberen steeds harder te bijten. Zo leren ze signalen van elkaar begrijpen. Want als je te hard bijt, dan loopt misschien de andere pup weg en dan is het spelletje over. En dat wil je natuurlijk niet. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je met Billy het bijten onder controle kan krijgen. Ik kan dit natuurlijk doen door Billy weg te duwen of door te zeggen foei. Maar vaak is dat een beloning voor de hond, want hij krijgt toch die aandacht. Ik ga met de klikken vooral focussen op gewenst gedrag. Dus het niet bijten in mijn handen, daar ga ik hem voor belonen. Ik ga Billy nu proberen te belonen als hij stopt met bijten. En dat doe ik met de klikken. Bijten in mijn handen levert me niets op, maar gewoon op zijn billen zitten wel. Je ziet dat Billy al veel minder in mijn handen bijt, maar toch wil ik met Billy een hele andere oefening doen om de focus van mijn handen weg te halen. Ik heb hier twee kratjes liggen en ik wil gaan proberen dat Billy met de poten op het krat gaat staan. Ik ga weer klikkeren voor ieder stapje in de goede richting. Snuffelen aan de krat, dat levert een klik op. Dat wil ik. Kijk eens hoe goed hij dat doet. Je ziet dat hij zich goed moet corrigeren nu. Dit is een hele belangrijke oefening ook voor puppen. Voor balans en coördinatie. Misschien wil hij zelf zitten. Billy, zit. Ja. Je ziet het, puppen leren heel snel. Maar dus ook snel het verkeerde gedrag als het hun iets oplevert. Het bijten in handen kan heel hardnekkig zijn. Dus het is heel belangrijk om heel snel te beginnen met het gewenst gedrag te belonen. Tot de volgende keer.